Pyjama-jasje. Wie het breed heeft, laat het breed hangen. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag, woensdag is het vandaag. Ja, want gisteren was dinsdag, hadden we hier de markt. Maar in ieder geval een hele fijne, liefdevolle dag gewenst. En jullie zijn weer aanbeland bij Corina en de Beestenboel. Daar zitten de twee. En eentje is in de hal te eten. Ik ga weer eens een keertje even met de meiden lekker even lopen. En als ik terugkom, dan ga ik een vlog renderen. En ik heb weer wat voor Mary. Wat ik even moet vermaken. Het is een pyjama-jasje met knoopjes. Zoals jullie misschien hopelijk kunnen zien. Hier een knoopje. Maar ja, dat gaat steeds openstaan en dan kun je er doorheen gluren. Nou, dat vindt ze niet leuk, dus ik moet dat dicht naaien. Nou, dan doen we dat toch even, ja. Ik ga gewoon even doen, ik wil het niet zomaar doen. Nee, dan moet je Corina vergeten om dat eventjes op een leuke manier voor elkaar weten te krijgen. Maar ik moet denk ik het even zien hoe en wat. Ja, gaat haar lekker niks aan. Nee, jullie krijgen dat te weten, maar het gaat haar even niks aan. Nee. Ja, de water staat al klaar. Het zonnetje schijnt, maar het is bewolkt. Bij de poort is het 25 graden. Maar hoe het werkelijk is, ik weet het niet. Nee, en ik heb ook koude plekken waar het echt koud. Heet wind, volop. Dus ik doe wel een dikke jas aan, maar ik doe mijn dunne jas eronder. Mocht het al te veel wezen, kan ik altijd die dikkere jas weer uitdoen. Ja toch? Ja. Dus dat gaan we helemaal doen. Dus zeggen, lieve vrienden, is dat straks. Wie het breed heeft, laat het breed hangen, zeg ik dan. Een splinternieuw huis, net neergezet, net opgeleverd. En er staan dan gelijk in principe drie verhuiswagens voor de deur. Kanonnen. Dan zeg ik, wie het breed heeft, laat het breed hangen. Ik heb het niet. Nee. Dus jeetje Maria, dat zal een beste slok kosten. Maar ja, ik ben dus met die twee aan het lopen, zoals ik al zei. Nou ja, het is lekker aan het watertje, hè? Ja. Yeah. En daar ga ik dus omheen, om dat hele complex. Moet eerst die kant op. Ja. Yeah. De dames zijn lekker aan het snuffelen. Nou, dat geeft mij weer tijd om hem even op te ruimen. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Ja. Ik denk, het is alweer een tijdje terug. Ik ga even een spelletje doen. Ik moet nog steeds een vlog in elkaar zetten. Maar ik verga ook van de hoofdpijn. Ik kijk er scheel van, althans het gevoel heb ik. Ik heb het druk gehad, want wat ik ben vergeten te vertellen is dat Elwing gisteravond laat al over had gegeven in haar mand. Dus die heb ik naar buiten gegooid met alles erin wat erin lag. Heb ik op een kop gedaan, half onder de picknicktafel. Maar ook had ze vannacht op mijn slaapkamer nog overgegeven. Op de grond gelukkig, maar op verschillende plekken. Dus ik heb een dik uur bezig geweest vannacht. Ik had al geslapen, maar dan word je daar wakker van, omdat ze aan het struin is. En in één jaar, ik denk, ben je daar weer een uur mee bezig. Dus ik was ook laat uit bed. Draaide de wasmachine met het laken van haar mand erin. En de mand is schoon, er zit een slechte schoon laken nou ook in. Buiten de boel schoongespoeld met water. Enkel, je legt er nog allemaal van die kleine stukjes van de bal. Nou ja, dat moet ook kunnen. Ook is er iemand geweest bij me. Die heeft de schutting eindelijk voor mij dicht weten te timmeren.
Dus ja, hartstikke lief, dankjewel. Ja, daar ben ik blij mee. Nou is de schutting tenminste dicht. Nou kunnen de honden niet meer zo veel zien. Nee, gelukkig. Dan hoop ik dat het blaffen ook wat minder wordt. Ja, want zodra ze ook maar wat zien, vooral Rijka, die begint dan gelijk de keer te gaan. Nou, dat vind ik niet nodig, niet altijd. Ja, maar in ieder geval, ze ligt daar nou lekker op de bank. Ik wil ze hebben er een puinhoop van gemaakt, samen met Elwing. Want ze zijn daar ook aan het trunen geweest. En aan het stoeien. Maar oké, ik ga nou eventjes mijn hoofd proberen leeg te maken. Ik heb medicijnen ingenomen. En ik ga even mijn spel doen. En dan zie ik wel weer. Ja. Ook moet ik Mary nog bellen, want die had mij gebeld dat ik met de dames uit was. Maar ja, dan moet je eerst van alles en nog wat doen voordat je eindelijk terug kan bellen. En ik moet nog steeds ook met haar pyjama-jasje aan de gang. Ja, nou ja, het komt wel hoor. Wat in het vat zit, verzuurt niet, zou ik zo zeggen. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, we spreken elkaar weer.